is toch wel een heel mooi beeld in uw tuin. Ja, ja, dat staat hier ook mooi, hè? Ja. Ja, erg blij mee. En dit is ook het beeld wat bij de Universeel... Ja, hetzelfde, ja. Dit is een kopie. Hè. Het is dan in brons gegoten. Er kan nog een kopie gemaakt worden als iemand dat wil. Wat is heerlijk hier in die tuin wandelen te zijn. Heel inspirerend. Ja, dat is natuurlijk de eenvoudigste en meest voor de hand liggende vraag. En toch is die moeilijk te beantwoorden. Want het soefisme heeft veel aspecten en het omvat heel veel. Maar als ik heel kort moet antwoorden, dan kan ik zeggen dat het is aan de ene kant wijsheid, van het Griekse woord sophos. Aan de andere kant zuiverheid, van het Arabische woord saf. Dat zit er allebei in, dus je kan zeggen het is zuivere wijsheid, de wijsheid van ons diepste wezen, de wijsheid van ons hart. En een wijsheid die beleefd wordt. U bent eigenlijk van kinds af aan, van jongs af aan, bent u met deze leer, met deze beweging opgegroeid. Ja, dat is eigenlijk het grote voorrecht dat ik heb gekregen. Dat mijn ouders al aangesloten waren bij de Soefi-beweging. Mijn moeder was daar een heel toegewijde volgeling van, mijn vader ook, maar die had het heel druk met zijn werk. Wij hadden dus heel veel Soefi-vrienden die bij ons op bezoek kwamen. En daar werd heel veel dus over het soefisme gesproken. Dus ik hoorde dat als jongen vanzelf allemaal aan. En ik moet zeggen dat het mij van het begin af aan altijd trof als volkomen helder en waar. Mijn moeder die las ook voor ons uit de boeken van Nina het Gaan. Die heeft ook zich de moeite gegeven om ons dat duidelijk te maken. En we hebben ook bijeenkomsten kunnen bijwonen in onze jeugd van de Soefi-beweging, universele erediensten. Concerten van de broers van Nina het Gaan, die grote Indiase muzici waren. Bepaalde lezingen. Dus we zijn daar inderdaad mee opgegroeid. Ladies and gentlemen, this gives me a great pleasure to meet Dutch public through the medium of the Sufi movement, and I hope this oriental music will appeal to your heart. Mutrabba khosh nawab do taz batai zanao banao ahe taz batai zanao banao Basan me cholo bate, khushbanashi bakhilwate, aye khushbanashi bakhilwate, bosa satao baka bajo, tazo batai zanao banao, ke tazo batai zanao banao, mutrabba khosh nawabago, tazo batai zanao banao, aye tazo batai zanao banao, basan me cholo bate, khushbanashi bakhilwate, aye khushbanashi bakhilwate bosa satao baka bajo tazo batai zanao banao ahe tazo batai zanao banao. En dat is een grote rijkdom. Ik ben dus ook al op mijn 18e jaar in de innerlijke school van de Soefi-beweging ingewijd. Kunt u daar iets over zeggen hoe dat uw
eigen leven verrijkt heeft. Ja, dat is een ongelooflijke verrijkdom van mijn leven geweest. Want de bedoeling van die innerlijke school is om meer bewust te worden van je ware zelf. Wat is je ware zelf? Dat is niet je lichamelijke wezen, want dat is een instrument waar je mee werkt. Het is ook niet je denkvermogen, dat zijn alleen je gedachten, die heb je, die gaan voorbij. Het is ook nog niet je hart, dat koestert je gevoelens en die gaan ook voorbij. Wij zien dus in ons bewustzijn al die gedachten en gevoelens steeds voorbij gaan. En als je vraagt, wat ben ik nou zelf? Wat ben ik eigenlijk? Wat is mijn ware wezen? Dat blijft over dat bewustzijn. En in het soefisme, in het gaan, legt prachtig uit dat dat bewustzijn, dat is eigenlijk wat in religies altijd de ziel is genoemd. De essentie van je leven, waar je het leven waarneemt en waar je ook, van waar ook je straling en activiteit in het leven vandaan komt. En daar wordt dan vaak het beeld gebruikt dat de ziel is in verhouding tot het ene goddelijke wezen als een straal van de zon. De zon stuurt stralen naar alle richtingen uit. Dat is iets van het wezen van die zon dat overal leven geeft. En zo is onze ziel te zien als een uitstraling van dat ene goddelijke wezen. En nou is de opgave in ons leven om daar bewust van te worden. En in de innerlijke school van de Zoe-beweging, zoals in alle mystiek, gaat het om dat te ontdekken, daar contact mee te krijgen, daar bewust van te worden. En hoe meer je dat gelukt, hoe meer je de bron vindt voor wat werkelijk gelukkig maakt. En wat zin aan je leven geeft. Dat is eigenlijk een zoektocht. Ja. Waar je als het ware je hele leven mee bezig bent. Precies. Precies, ja. En daarom is het zo'n zegen als je daar vroeg mee kunt beginnen. Want dat is een hele weg te gaan. Ja. We spreken over een innerlijke reis. Je gaat dan in dat gebied van zoeken naar die diepere waarheid die je eigen wezen is. Daar ga je ook door allerlei belevingen en indrukken heen. En dan kan dat innerlijke licht steeds helderder worden. En steeds meer ook in je uiterlijk leven gaan spelen. En je daar natuurlijk een geweldige hulp en kracht in geven. Want dat is een hele belangrijke lijn in het soefisme. Dat wij streven er niet naar om ons uit het uiterlijk leven terug te trekken. Om ons helemaal alleen op dat innerlijk leven, een leven van meditatie te concentreren. Wat natuurlijk in de kloosters gebeurt en wat in de Oosterse ashram gebeurt enzovoort. Op zichzelf heel mooi. Maar daar streven wij niet naar. Want wij zijn hier gekomen om dit leven te ervaren. Hier in deze aardse sfeer. Daar iets te doen. Daar iets te scheppen en daardoorheen ook tot het bewustzijn van die ene goddelijke geest te komen. Dus het gaat erom juist om dat innerlijk en dat uiterlijk leven allebei te ontwikkelen, te beleven en dan te zien dat door wat je in dat innerlijk leven aanraakt, je uiterlijk leven wordt verrijkt. Omdat daar licht gaat schijnen, wat alle raadsels van het leven helpt op te lossen, waardoor je de essentie van dingen ziet, waardoor je gaat zien wat op een gegeven moment van jou in het leven wordt gevraagd, want het leven vraagt, en ieder mens iets geeft mogelijkheden om iets te verwezenlijken, iets te scheppen, iets te doen. Dat moet je helder zien en dan
heb je een doel voor ogen wat het leven zin geeft. En dan komt ook uiteindelijk de kracht om dat te bereiken. En dan kun je zo van het een tot het ander komen. Want het geheim is dan ook weer dat als je iets in dat uiterlijk leven hebt bereikt, dat je er niet bij moet blijven staan. Wat natuurlijk zo vaak ziet gebeuren, dan houden mensen eraan vast, identificeren zich daarmee, denken dat dat het is. Maar dan houdt het juist het leven eigenlijk op. Dan is er geen vooruitgang meer. Dan geeft het geen bevrediging meer. Nee, je moet, als je het bereikt hebt natuurlijk, je waardeert dat, je geniet daarvan, maar je moet het weer loslaten om een hoger ideaal te vinden. Een hoger ideaal dat je weer meer toebrengt naar dat uiteindelijke doel van het innerlijk licht te leren kennen. De innerlijke liefde, want dat licht is ook liefde. Dus dat komt in het leven ook tot uitdrukking in je relatie met de medemens. In die medemens zie je datzelfde licht. En als je het niet ziet, dan probeer je het te vinden. Maar je ziet het ook niet altijd. We hebben onze verschillen. Dus dat is wel eens moeilijk. Maar je weet dat het er is. En als je zoekt, dan kun je er altijd iets van vinden. En dat bepaalt natuurlijk in heel sterke mate je relatie met je medemensen. En helpt om tot een harmonisch leven te komen. En dat is ook een belangrijk aspect in het soefisme. Het ideaal om tot harmonie te komen. En dat is zo belangrijk, omdat in harmonie die grote verscheidenheid van deze schepping, al die verschillende voorwerpen, mensen, dingen, alles gescheiden, terwijl ons innerlijk wezen een wezen van eenheid is, komt uit de eenheid voort, in harmonie gaan al die verschillende elementen in een schoonheid samenkomen die een beeld van die eenheid geeft. Dus daarom heeft hij uitgaan zijn Soefi-boodschap ook genoemd, een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid.